Meer illegaal vuurwerk dat in beslag wordt genomen, blijkt van legale importeurs te komen. Justitie spoorde dit jaar al ruim 200.000 kilo illegaal vuurwerk op. In 2008 werd maar 79.000 kilo in beslag genomen. In 2007 was dat 130.000 kilo illegaal vuurwerk dat werd opgespoord. Importeurs werken nu hard om het legale vuurwerk over het land te distribueren. Dit is de grootste importeur van vuurwerk in Nederland. In Lichtenvoorde, in de Achterhoek. In totaal zijn er maar 12 inkopers in ons land. En blijkbaar importeren ze niet allemaal volgens de letter van de wet. In hoofdzaak zijn dat Nederlandse vuurwerkimporteurs die naast legaal vuurwerk ook illegaal vuurwerk vanuit China naar Europa halen. En dan zorgen dat het in Nederland op de markt komt. Volgens de nog op te richten brancheorganisatie van de importeurs komt het illegale vuurwerk via stroommannen in vooral België en Duitsland, over de weg naar Nederland. Er is steeds meer en mooier, maar ook zwaarder vuurwerk op de markt. Het vuurwerk zelf heeft natuurlijk ook altijd iets spannends. En er zijn veel volwassen mannen die plotseling weer qua jongen worden als ze dat lontje aansteken. En daar zitten ook importeurs onder? Blijkbaar zitten er importeurs onder. Zolang er vraag is in Nederland naar dat zware vuurwerk, zullen er altijd instanties zijn, bedrijven vanuit buitenland, die zeggen, hier zien wij een kans om weer geld te verdienen. Een oplossing om het kaf van het koren te scheiden bij de importeurs zou een vergunning kunnen zijn. Daarmee krijg je een duidelijke scheiding van de goeie en de kwaaie. Dan kan de overheid zich ook bezighouden met die kwaaie. Het vuurwerk dat de komende dagen over de toonbank gaat, is zo goed als zeker legaal vuurwerk. Illegaal vuurwerk wordt niet officieel verkocht. Onder de toonbank dus.